Dag lieve YouTubers, vandaag eindelijk weer een nieuwe vlog. Ik zit momenteel in mijn stageperiode, dus ja, minder actief natuurlijk. Maar deze week en volgende week moet ik nog stage lopen en daarna ben ik weer helemaal van jullie. Ik ga jullie al vertellen dat Pilou even oud is, dus die gaat niet zoveel meer in de video's komen. Natuurlijk gaat hij er wel nog in komen, maar niet om te werken, zeg maar. Dat komt omdat wij vorige week vrijdag een ongelukje hebben gehad. We hebben heel veel chance gehad. Hallo? Ja, hè? Ja, kleine jongen. Zijn neusje is al verbeterd. Dat kun je zien. Want hij lag wel een beetje open. En op zijn knie had hij ook een wond. Ja, nu ligt hij een beetje zalf op natuurlijk. Maar die moet ik straks opnieuw verzorgen. Ja, hij heeft ook wel een paar wondjes en een paar kneuzingen. Ja, hoe is dat gekomen? We waren dus aan het wandelen met de sulky. Maar we hebben dat in de winter ook gedaan, zoals jullie al hebben gezien toen. En Pilou stopte in één keer, want allez, hij was echt super braaf. We waren al een uur onderweg. En ja, net op het moment dat ik terug wou, en ja, ik was er eigenlijk bijna, ging ik hem naar de stap laten gaan en hij stopte en hij liep achteruit. Ja, het is altijd een beetje moeilijk om te vertellen, maar het lukt wel. Hij liep achteruit en ja, wij voelden ons al een beetje, allee, dat was op de dijk. We voelden ons al een beetje naar beneden gaan, naar het water toe. Dus het enige dat ik nog kan doen is ofwel wachten tot we alle drie, want Fieke was ook mee, die zat naast mij, in het water lagen, of ik, ja, ik begon gewoon te slaan op zijn kom met de zweep totdat hij naar voren ging. En dat was gelukkig ook het geval, maar dat is niet zo goed afgelopen. En ja, Fieke verloor haar evenwicht, wat dat logisch is. Ja, als ze die stukje niet gewoon zijn, zou ze het ook kunnen voor had hebben. Misschien zelfs nu nog. En zij viel op mij, dus ja, wat doen Sulky? Dat heeft maar twee wielen, dus dat kantelt naar mijn kant. En ja, we lagen er alle twee af. Fieke ging nog even zijn toen dat hij weggalopeerde. En dan heb ik hem niet meer gezien. Ik ben hem achterna gelopen, maar ja, ik bleef enkel mijn hoefstappen zien op de grond. En ja, mijn hart klopt echt zo hard. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Ik heb iedereen aangesproken, maar ik heb een paard gezien, staat hij stil. Nee, zeiden ze, hij blijft lopen. Ja, om een duur zijn we dan met de auto erachteraan gegaan. Maar ja, met de auto kunnen we niet op de dijk, dus dan hebben we zo een omweg genomen en is hij van Gentbrugge naar Melle gelopen. De politie was daar ook al. Ondertussen was er daar ook een man. Die heeft mij ook gered van de dood, denk ik toch wel. Want ja, de dijk komt uit op een hele drukke baan. En op die hele drukke baan was er een gelukkige man die hem heeft kunnen nemen. Ik denk wel dat hij zelf ook op de grond heeft gelegen. Maar ik wil die man super graag bedanken. Ik heb daarvoor ook op Facebook een bericht gezet. Dus moest de man die Pilou heeft gered dit filmpje zien, of je kent deze man, contacteer me dan alsjeblieft, want ik wil je zeker heel graag bedanken. Met de sulky, sulky en tuig die zijn kapot. Zoals je kunt zien hier. Het is helemaal vervangen. Dus ja, helaas zit ons koerscarrière. Allee, carrière, hobby. ja, ik vind het eigenlijk wel jammer, want we deden het alle twee wel graag. Langs de andere kant is het financieel misschien wel beter. Om, ja, als je dan zo nieuw grief moet kopen en uiteindelijk ofwel win je niet. En als je nog wint, ja, dan krijg je dat geld ook sowieso niet terug. Want dat is misschien maar 35 euro per koers. Dus dan ga je naar huis met 70 euro. En ik betaal de trailer, dat is ook al 35 euro. En dan nog inschrijvingsgeld, dat is 10 euro. Dus ja, dan krijg je sowieso nooit terug. Ja, ik wil haar alsjeblieft wel bedanken voor alles wat ze heeft gekocht en gedaan voor ons, om dat toch ja, waar te maken. Ja, dat zal dan maar dressuur of springen of zo zijn. Ook iets rustiger. Geen tijd voor Pilou om toch op pensioen te gaan. Op pensioen. Dressuur of springpensioen. Dus ja, dat was een beetje de dag. De schrik van mijn leven. Ik hoop dat je dat nooit meer moet meemaken. Maar ik ben blij dat alles goed is afgelopen en dat ik Pilou nog altijd
deze wei heb staan. Want ik zou het mijzelf nooit vergeven hebben. Ja, ook al kan ik er niet veel aan doen, maar ja, toch, als je daar aan denkt en ja, er gebeurt iets, dan zijn je toch wel blij ja, dat je is afgelopen. Dit is het sulky nu. Het dekje helemaal kapot. Dus ja, het feit dat het dekje kapot is, moet zeggen dat de sulky op zijn kop is gegaan. Dus ja, dat kan niet zomaar. Dus gaat Pilou waarschijnlijk ook gevallen zijn. Ja, je ziet niet goed, maar de sulky is dus echt wel helemaal vervangen. En de rechtse ja, staaf, of zo, hoe ik het ook moet noemen. Dus ik ga nu Pilou eerst verzorgen, dat is het belangrijkste. Daarna ga ik een beetje recht richten met Chica, want ik heb een Cavamore gekocht. Ja, niet panikeren, ik ga daar nu niet direct zo mee rijden en zo. Want dat is eigenlijk een, ja, een kruising, zeg maar, van een kaptoom en een hekkamore. Maar de bedoeling is eigenlijk dat ik hem ga gebruiken, eerst en vooral voor handwerk en grondwerk met rechtrichten en zo. Ja, daarna wil ik dan eigenlijk het rechtrichten echt wel gaan ja, uitbreiden met Pilou. Om dan eigenlijk echt dressuur te gaan rijden. En dan wil ik graag ja, met de Cavamore rijden, maar natuurlijk wel onder begeleiding en met wel les. Want ja, ik ben wel een beetje voorzichtiger geworden. Ja, dus ik ga nu eerst Pilou verzorgen. Pilou! Ja, goed zo! Wat ben je flink! Ja! Mooie jongen! Ja! Goed hoor. Onlangs heeft hij hoefijzers gehad. Stiekem vind ik ze wel nog cool. Maar ja, wij hadden die dus eigenlijk opgezet voor de koers. Maar ja, zoals jullie weten gaat het niet meer door. Gelukkig heeft hij dat wel aangehad toen hij wegliep. Want anders waren zijn hoeven sowieso kapot. Gebarsten, afgesleten. Hij heeft wel zo'n gevoelige hoeven en de hoefsmid zei een tijd geleden in de winter dat hij, toen dat we eigenlijk met de sulky buiten gingen, waren zijn hoeven vrij kort. Hij had amper nog een zool. Dus dan stond hij ook weer even stil en dan zijn we weer opnieuw begonnen toen dat de hoeven al wat langer waren. Maar nu blijkt dat die zool nog altijd niet terug is gegroeid. Ook al waren die hoeven gewoon alweer aan het barsten, omdat ja, de hoeven met mij niet afkwam. Dus ja, dat is wel een beetje beter dan dat die hoefijzers aan heeft. Omdat het dan, ja, de zool kan een beetje rusten. Misschien ook daarom ja, dat hij in de video's, dat het eigenlijk leek alsof hij mank liep. Want sommigen hadden dat wel gereageerd, maar ik vond hem eerder gevoelig lopen dan mank. Hij doet dat ook niet altijd, dus ja, misschien lag dat gewoon aan die zool, omdat hij nog niet helemaal hersteld was. En ik heb wel eens gelongeerd met hem en toen viel het eigenlijk echt wel nog mee. Hij heeft zijn voeten eigenlijk wel beter op en zo. Ja, ik kan het natuurlijk niet echt weten, want het tweede wat ik heb gedaan was ja, vrijdag. En dat is niet zo mooi afgelopen. Dus ja, we zien dat binnenkort wel hoe dat nu verbeterd is. Volgens mij ja, hebben we wel een goede hoop. Voilà, Pilou zijn neus is helemaal ingestreken. Ook met zonnecrème. Ja, Plinky. En de andere hondjes ook. Voilà, Chica heeft haar Cavamore aan. Voor de eerste keer dat ik ga rechtrichten met haar. Het staat haar eigenlijk wel nog goed. Hoe je ze wil drinken. Oké. Zoals jullie straks zullen zien waarschijnlijk, gaat Chica nogal ja, alert reageren en schrikkerig reageren op de zweep. Ik ga deze nu gebruiken, want nu is het moment om aan te tonen dat de zweep eigenlijk niet eng is. En dat dat eigenlijk gewoon een verlenging van mijn arm is. Daarom wil ik er ook voor ja, eigenlijk mee werken, zodat ze dat goed begint te associëren. Want ik weet niet wat er vroeger allemaal is gebeurd met een zweep, maar ik weet al sinds dat Chica daar niet zo zot van is. Dus, en ze is sowieso al een gevoelige merrie. Dus ik hoop dat dat zo wel gaat lukken. En dat gaat waarschijnlijk ook wel zo lukken, want ja, ze leert eigenlijk wel nog heel snel. Dus ik ga nu rechtrichten en jullie mogen meevolgen. Chica loopt nu op de cirkel. Hiermee begin ik het liefst om het paard te laten ontspannen,
en om de controle over de schouder in te oefenen. Klaartje heeft mij geleerd goed te kijken naar je paard. Zo zie je dat de neus van het paard van links naar rechts beweegt. Dit willen we gaan verduidelijken, zodat het paard zich gaat ontspannen. Wanneer het paard zijn binnenvoorbeen wilt opheffen, geef je lichte druk op het touw en los je weer. Zo beweeg je mee met de neus van je paard. Wanneer hij gaat ontspannen, neem je natuurlijk ook de druk weg. Naast het ontspannen lopen is de buiging ook belangrijk. Dan heb je controle over de schouder nodig. Je kunt de schouder laten ontlasten door te wijzen of te tikken op de schouder, zodat het paard zijn lichaam gaat buigen. Maak je hulpen nuttig en blijf niet tikken op de schouder, enkel wanneer nodig. Nu beginnen we met handwerk, iets moeilijker, maar van hetzelfde principe. Xenia leerde mij om het paard te laten vertrekken naar stap door zijn achterhand onder de massa te plaatsen. Er is bewezen dat elk paard scheef is geboren en dus van nature scheef is, net als wij links- of rechtshandig zijn. Bij rechtrichten is het de bedoeling dat de korte spier ook getraind wordt. Het paard recht wordt, zichzelf leert dragen en het zo gemakkelijker is om de mens te kunnen dragen. Chica heeft erg veel moeite om op rechterhand te gaan. Dat kun je nu ook wel zien aan de video. Uiteindelijk is het toch gelukt, maar de ontspanning komt er niet in. Wel, nu heb ik even teruggedacht en heb ik Xenia haar tips, dus dit van alles van handwerk, gemengd met de tips van Klaartje van bij het cirkelen en gebruik ik eigenlijk dezelfde methode om ontspanning te vragen. Zo zie je maar dat veel lesgevers verschillende tips hebben en het ook handig is om les te nemen van verschillende lesgevers, zodat je kunt doorgaan met de dingen waar jij mee door wilt. En als je eens vast zit, kun je gewoon alles gaan mengen en dan zie je wel waar je uitkomt. Zo creëer je je eigen stijl. Handwerk zijn we niet zo goed gestart. Chica liep erg gespannen, waardoor dat ze mijzelf soms omver liep, gewoon omdat ze weg wou van de zweep. Ik ben heel blij dat ik op het einde toch een ontspannen paard in mijn hand had, dankzij de gemengde tips. Ik raad jullie aan, als jullie willen verder gaan of beginnen met rechtrichten, raad ik jullie aan om een ervaren lesgever erbij te nemen. Met rechtrichten kun je heel veel goed, maar ook heel veel slecht doen als je er weinig van weet. Dus ik wens jullie zeker nog heel veel succes en bekijk het toch eens voor een lesgever bij te halen. Rechtrichten ging super goed voor deze keer. Je deed super goed je best. En nu gaan wij een klein beetje prijsdressuur doen. Gewoon eens herhalen. Paardjes staan terug op de wei. Paardjes staan terug op de wei. Chica deed haar best. Ze hebben alles gekregen. Ik ga nog even heel snel naar Pilou. Chica staat hier. Dag Lou! Vriendje. Kleine tut. Alles komt goed. Tada! Loli! Chiki! Chiki! Dag Shama! Ik ga nu naar huis trekken. Ik zit nu opnieuw in de auto
Dus ik ga ja, naar huis rijden. Als jullie veel meer willen zien, ja, dan moet jullie maar abonneren. Binnenkort ben ik weer helemaal actief. Nu is dat een beetje minder door de stage. Maar binnenkort zie ik jullie terug. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.